Een hele goedemorgen allemaal, welkom bij Koerskijken met Elroy, deze woensdag 2 februari. Ja, vandaag gaan we weer Bitcoin onder de loep nemen, want we hebben toch wel wat interessants. Gaan we vanaf hier al verder omhoog, of waar moeten we rekening mee houden, of gaan we vanaf hier naar beneden? Ook wil ik het nog even over de die close hebben, aangezien wij deze nog niet hebben besproken op het kanaal van Bitcoin Magazine. En daar zo moeten ze ook even graag naar in, hoe dit is gegaan. Goed, mocht je dat leuk en interessant vinden, duimpje omhoog, wordt zeer gewaardeerd. En natuurlijk is deze video niet bedoeld als financieel advies. Laten we niet langer wachten en laten we beginnen. Goed, we beginnen bij de monthly close. Want de monthly close is super interessant. Dit is de monthly close. Dit was de low van uh, juli. En dit is de monthly close van januari. En nog steeds maken wij hier een hogere bodemstructuur. En ja, zolang dat intact is, is dit super interessant. Want dat niet alleen. Ook de monthly close op de RSI ja, laat hier toch wel een mooie lower low zien. Oftewel, we hebben hier te maken met een ja, hidden bullish divergentie. Op de twee weken is hij toch wel wat mooier nog. Hebben we iets meer ruimte ertussen. En zie je ook dat de RSI iets lager is. En ook de stoch zelfs mooi laag is. Als we hem zo bekijken. Ja, en, en ja, ziet het er naar uit dat de bonenvorming langzaam dichterbij komt op de hogere tijdframes? Dat wil nog niet zeggen dat we op de lagere tijdframes natuurlijk alweer hier zijn waar we willen zijn. Goed, schuif ik even naar het dagelijkse tijdframe. Um, als jullie me al een tijdje volgen, mijn plan is ongeveer dit. Zoomen we hem eventjes uit. He, dit, dit, dit gaat een beetje gepaard met uh, de ABC-structuur. Dus dit is je A-weef, dit is je B-weef, dit is je C-weef. Uh, let niet helemaal op de tijdsduur hier. Uh, maar dat is wel ongeveer plusminus mijn plan. Um, dat het nog wel even kan gaan duren. En dat we pas einde van het jaar uh, ja, weer omhoog kunnen gaan schieten. Um, de reden waarom ik dat dit jaar nog niet verwacht. Omdat we hier in maart bij deze twee. Uh, zullen we waarschijnlijk renteverhoging krijgen. Ja, en dan gaan we weer de correctie krijgen. Nou, en dan heb je eigenlijk ook gewoon een legit. Uh, Weefs-C op deze manier door middel van de ending-diagonal. Um, en ook komt deze dan precies uit. Misschien gaat het even wat te snel voor je. Maar deze komt dan ook precies uit. Ja, rond die 1, 2, 3, 6. En die ligt rond de 25.000. Maar um, ja, dat is even te ver vooruit. Nog voor nu ziet het er gewoon allemaal prima uit. En um, ik wil je dan ook gelijk meegeven op de hogere tijdframes. Mocht 51.000 breken, dus deze blauwe box, vervalt deze hele setup. En zou het dus bijwijzen van zo, zo, zo. En mocht hij dus breken omhoog uit, dat zou wel bullish zijn. Dat betekent dus ook dat 52.000 ongeveer mijn invalidatielevel is um, um, voor deze setup. Goed. Uh, waar kunnen we naar kijken op dit moment voor Bitcoin op de lagere tijd? Nou, op, op, op de daily zien wij wel al het een en ander gebeuren. Uh, we zien dat het momentum steeds zwakker en zwakker en zwakker wordt. Ik zal deze uitzetten voor om verwarming te komen. We zien wel dat er een mooie stijging is eigenlijk. Maar om de drie dagen is er één rode candle en daarna gaat die eigenlijk weer door. Stabiele groei. Uh, maar op de 12 uur wil ik toch wel even wat meegeven. Op de 12 uur zien wij namelijk hier. Een uh, ja, mooie trendlijn aan de bovenkant ook. Hier al zo op de 12 uur. Maar wat we ook zien hè, vanaf deze high met deze gele lijn: eigenlijk maak je hier een hogere top, hier een hogere top en hier een hogere top. Dus je maakt hier eigenlijk drie hogere toppen. Um, ja, en hier heb je eigenlijk drie lagere toppen in vergelijking met deze. Dus je hebt hier te maken met een hidden bearish divergentie. En dat is voor mij nog wel een reden dat we nog eerst één keer een afkoeling kunnen zien voor we wat een grotere bounce gaan waarnemen. Um, wat voor mij een interessant level is, um, en dat zien we heel goed. Ik switch hem nu naar het 4-uur tijdframe. Ja, is dat je hier toch een bepaalde weerstandszone hebt? Hè? Dus in dit, dit, dit gedeelte. Um, en dat we daar niet echt doorheen prikken. Uh, wat ik dan verwacht persoonlijk, als ik kijk naar hoe deze structuur in elkaar steekt, is dat wij dit gaan doen. Dit gaan doen. Wellicht misschien nog even de blauwe box vandaag opzoeken. 37.700, hoeft niet, by the way. Um, dan weer een bounce gaan zien. Uitbraak krijgen uit deze weerstandszone hier ook. Uh, maar dat we in deze blauwe box tussen de 39.600 en de 40.300. Dat we daar weer kaas gaan worden. En dat het eigenlijk dus een fake-out was. Dit zal dan resulteren dat het letterlijk zo weer zal gaan. Zo, boep, boep. Zo ongeveer. Um, de reden hoe, waarom ik dit zo zie, is dat het te maken heeft met uh, de ABC die op deze manier komt. Um, en dan uiteindelijk vanaf hier zullen wij dan een bodemvorming gaan creëren, hier ergens. En dat kunnen we pas bepalen wanneer hier een bodem is, of wanneer hier een top is gezet, dan kunnen we deze bodem bepalen. Maar um, als we ervan uitgaan dat we nu ongeveer zo'n bodem zouden kunnen maken, ja, dan kan je uitgaan van de 1236 en de 168. Nou, dat ligt tussen de 35.500 en oh, druk hem nu weg. En de 34.500. Dus dat is een mooie bijbox um, die dan ongeveer hier zo zou komen uh, als we het hebben over Bitcoin. Um, dus al met al, je kan dus wel bijna zeggen dat dit waarschijnlijk dus de bodem is. Um, de reden waarom dit voor mij nu veranderd is, want ik keek natuurlijk eerst naar, um, om weer even een opheldering te geven, ik keek eerst naar dat dit een 1 is, dit een 2, dit is je 3, dit is je 4, dit is je 5. De reden waarom ik hier niet meer naar kijk, omdat deze 4, die heeft de 0.5 Fibonacci heeft die gebroken. En omdat die deze 0.5 Fibonacci heeft ver, ja, doorheen is gebroken, we zitten nu bijna zelfs rond die golden pocket, maar die ligt dus in die blauwe box. Um, is het dus geen W4 meer mogelijk? En dat is dus de reden waarom ik nu naar deze setup kijk. Dus al met al, ik verwacht een klein, lang, langzaam dumpje vandaag en één keer een agressieve pump waarschijnlijk. Uh, en dan alsnog een, een dikke verdere dump. En Wanneer kunnen we ervan uitgaan dat die agressieve pump niet eens meer komt, maar dat die bewijs van dit gaat doen? Nou, dat, dat gaan we eigenlijk, dat kunnen we snel genoeg waarnemen wanneer we deze trendlijf verliezen. Dus wanneer we deze trendlijf verliezen? Dus we zakken al, we zakken al en we bouwen ze matig en we verliezen de trendlijn, dan kan je al zeggen dat de correctie is ingezet. En dan is dit de BW zo. En dan gaan we die C zo maken. Dus dat is een beetje hoe ik nu naar kijk voor de aankomende dagen. Als we het hebben over bitcoin. Uh, maar natuurlijk, uitgezoomd begint het wel steeds meer op een bodemvorming te lijken. Eerlijk is eerlijk. En dat ziet er dus gewoon prima uit. Mocht je dit leuk en interessant vinden, duimpje omhoog zeer gewaardeerd. Oh ja, en nog één dingetje. Um, de acties op mijn eigen website op het. Cryptohuis.nl, omdat ik een nieuwe rebranding heb gedaan, zowel voor mijn persoonlijke rebranding als Elroy Rijn, als het Cryptohuis rebranding. Um, ja, de website uh, korting gaat 5 februari offline. En als je dan een cursussen gaat, dan zie je waar ik allemaal korting op geef. In ieder geval um, wil je ook net als andere traders de, op de hoogte blijven. Dan kan dat ook natuurlijk via de Premium Daytrain Discord server. En hier kan je alle informatie terugvinden. En de Premium Community ook. Dan blijf jij up-to-date dagelijks in de Discord omgeving. Goed, dankjewel weer voor het kijken. Ik zie je snel weer in de volgende video. Hoi hoi!